Het beroemdste bordeel van Nederland is op last van de gemeente gesloten. Dat er sprake is van crimineel geld dat naar de bovenwereld gaat. Oud-eigenaar Theo Heuft praat voor het eerst over hoe die bedreigd werd. Ja, mensen hebben mij gevraagd geld te betalen, dus dat heet afpersing zoals het heet. Volgens de gemeente zitten de Hells Angels achter de overname van Jap Jum. De huidige eigenaar ziet dat anders. Man, ik heb geen kloten met de Hells Angels te maken, dus ik heb mij de pleuris krijgen. In Reporter, de val van Jap Jum. Het was maar een kleine groep hoor, van de Hells Angels. Die kon hier niks aan. Daar was hij bang voor. Daar was hij echt bang voor. 1999. Theo Heuft, gezicht en eigenaar van Jap Jum, wordt bedreigd. We spreken een medewerker van Jap Jum uit die tijd. Ze wil niet herkenbaar in beeld. We kregen non-stop telefoontjes, weet je, met bedreigingen. Dat Theo iets aangedaan zou worden, of zijn vriendin, of zijn kinderen. En er kwam er een auto langs, een grote auto, met, ik weet zeker, Hells Angels. Want je herkent aan de jasjes en de gezichten. Je kent de gezichten. En dan wordt op je geschoten, zogenaamd, en dan blazen je... Ja, dus toch zelf aan het eind. En toen brak hij. Dan ga je verkopen. Voor een heel klein bedrag. Goedenavond. Goedenavond. Eerste maal hier dat u aanwezig bent, Jap Jum. Ja. De entree is 100. Het begint zo mooi. Als Theo Heuft Jap Jum in 1976 opent, is het meteen een succes. Nou, laat maar beginnen met die 100 gulden, hè. Dank u wel. Op een of andere manier slaagde hij erin om ja, een soort sfeer te scheppen... die mensen die mensen heel prettig vonden. Ik denk dat hij dat heel goed doorhad. Ik denk dat hij ook heel goed doorhad hoe het in elkaar zat, wat mannen wilden. En je had de illusie ook daar dat je niet, dat het geen bordel was... Maar dat het een club was met gastvrouwen en dat iedereen uiteindelijk wist dat je er ook mee naar bed kon, dat was ook wel duidelijk. Bij mij mag het nooit naar spruitjes ruiken, want dat ruikt het thuis ook. Dus dat bedoel ik, het was mooi, het was fris en ik denk dat het had ook iets mystieks en dat, daar houden mannen ook van. Maar het werd op een hele andere manier, vond ik, veel stijlvoller gespeeld dan in de meeste andere clubs. Theo Heuft wordt geboren in Amsterdam-West in een streng katholiek gezin. Hij maakt zijn school niet af en belandt al snel in het illegale circuit. Houd hem niet! Houd hem! 15 jaar lang is hij professioneel gokker. 13, de 13, noir et pas. Maar het geluk is niet aan zijn zijde. Volledig berooid start hij een groothandel in pruiken en cosmetica... om zich later definitief toe te leggen op seksclubs. Regelmatig mensen van het buitenland hier. En ja, die mensen vroegen mij, Theo, als Amsterdamse jongen, Theo, weet je niks? Nou, Theo wist dus niks. Maar het heeft me wat op denken gebracht. Ik zei, nou, misschien is er toch wel behoefte aan een soort gelegenheid waar de mensen ja of nee dus gebruik kunnen maken van de dames. Maar in ieder geval de mogelijkheid schep in een vrij luxe atmosfeer. Voor de Jap Jum had hij dus al een paar clubs in Amsterdam. De Apollolaan had hij en de Bayadera was van hem. Dus hij zat in het vak. Bas Vos is nu directeur van taxibedrijf TCA. Maar in die tijd is hij nog gewoon taxichauffeur. Regelmatig brengt hij hoge gasten naar de clubs van Theo Heuft. Ja, ik heb wel eens een minister in de auto gehad en daar naartoe gebracht. Ja. Een Nederlandse minister? Een Nederlandse minister, ja. Ja. En ook wel eens iemand die in het Europese gedoe behoorlijk bekend was. U begrijpt dat ik moet vragen wie dat zijn geweest? Ja, hij begrijpt ook dat ik dat niet zal zeggen. Dit is Jap Jum, de moeder van alle bordelen. Een klassiek grachtenpand aan het Amsterdamse Singel. Een statige entree en een pronkerige bar. En boven 11 luxe kamers. Allemaal met jacuzzi.
kijk, die andere clubs waar ik gewerkt heb, waren allemaal van die plattelandsclubjes, weet je wel, met behangen uit de jaren 60 nog op de muur. En oranje barkrukken en zo. En nee, dit was heel mooi. En wat ik ook heel hygiënisch vond, na elke klant werd beddengoed gewassen. Er kwam er een kamermeisje en die ruimde dan alles op. En ja, dat vond ik heel luxe. Dat was je niet gewend? Nee, dat moest je allemaal zelf doen. We spreken een andere prostituees die in Jap Jum hebben gewerkt. Ze willen niet voor de camera, maar we citeren letterlijk uit hun verklaringen. Heel veel personeel was er. Barpersoneel, apart receptiepersoneel, apart kamerpersoneel. In mijn vorige club maakte ik na afloop de badkuip zelf schoon. Bij Jap Jum deed ik dat ook in het begin. En toen kwam het kamermeisje binnen en die zei, wat doe jij nou? En nam het meteen van me over. Na ieder bezoek wordt het bad gereinigd, de slippers vervangen, badjas en beddengoed op 90 graden gewassen, tapijten worden regelmatig vernieuwd en iedere 2 jaar wordt het hele pand opnieuw in de verf gezet. Ik wilde werken bij de Jap Jum omdat iedereen tegen mij zei, als je bij de Jap Jum mag werken, dan ben je heel iets bijzonders. Dan moet je wel, er werd ons wijsgemaakt dat je dan een schoonheidskoningin moest zijn, of dat je heel mooi moest zijn of heel veel talen moest spreken. Nou, ik was hartstikke dyslectisch, ik sprak alleen maar Twents en ik was een gewoon normaal meisje. En ik ging er naartoe en ik werd aangenomen. Ze vroegen me naar mijn motivatie. En ik zei, ik heb nu ook al seks met mannen waar ik niet van hou, dus waarom niet voor het geld? Ik was jong, net 18 jaar. Ik ben er best wel trots op dat ze me aannamen. Voor me zat een ander meisje en die was afgewezen. Ik had toch iets van wauw. In de prostitutie hebben wij vrouwen onder elkaar hebben ook een bepaalde rangorders. Hè? Dus de Jap Jum, dat was het hoogste wat er was, hè, voor ons. En dat was ik vroeger. Ik vind dat de klanten die zelf willen betalen in dit soort bedrijven, dat die recht hebben op een goede service en een goede bediening. Want waarom moet het altijd smoeselig gaan voor zoveel geld? Heuft maakt van Jap Jum een A-merk. En hij streeft naar meer kwaliteit in de hele branche. Hij richt de excellent groep op. Alleen de chicste clubs van Nederland mogen lid worden. Niets staat zijn ambitie in de weg. Van afpersing is dan nog geen sprake. Daar stond gewoon iemand. Iedereen wist dat hij dus de stichter was van Jap Jum. En daar ook zijn bewondering voor had. Dus iedereen hing aan zijn lippen. Nou, dat maakte hij ook goed gebruik van. Voor iedereen duidelijk te maken van jongens, als jullie willen slagen, doe het dan zoals ik het doe. Dat zei hij ook gewoon. Nou, dan heb je kans te slagen. Nou, hier zien jullie dan een hele luxe kamer. Waar de mensen meestal een aantal uren blijven. Dat hebben we ook van tegen Heus geleerd. Kijk, als je een paar uur per kamer bent, alleen maar een bed, is fantasie gauw weg. Daarom is er zo'n luxe bad ingezet. Dat varieert dan. Dan kunnen je mensen met 4, 5 mensen in een bad zitten. Want 3, 4 uur seksen op zo'n bed. Ja, dan moet je zo'n goede geweldige conditie hebben. Dan kan je alleen maar topsports laten komen. Wie zou eraan denken als je in een seksclub gaat, om te denken aan mondwater, scheerzeep, scheermesjes, slippers die maar 1 keer gebruikt worden. Dan ging hij dus gewoon vanuit, als ze bij Jap Jum komen, moeten ze hetzelfde gevoel hebben. Het chicste hotel zijn waar je maar kan bedenken. Jap Jum is geen hotel, maar een bordeel. Een bordeel met allure. Het was een leuke mengelmoes. In totaal werkten zo'n 50, 60 meiden die af en toe kwamen werken. Maar de harde kern was een groep van ongeveer 25 dames. Studentes, moeders van kinderen, maar ook stewardessen. Die kwamen hier soms gewoon in hun pakjes binnenlopen, rechtstreeks van Schiphol. Dat is mijn verpleegsterspakje. En dan had ik ook nog voor de man, hij mocht ook doktertje spelen. Hè? Mannen vinden doktertje spelen, dat vinden ze altijd nog geweldig. Er komen niet alleen dokters aan de deur, maar ook Hells Angels. Het was totale paniek, want ze toch ruwe, grove mannen. En dan moesten jonge meisjes, die moesten dan 1 keer via de achteruitgang eruit. En degene die het aankonden, die moesten blijven. En dan kwamen de Hells Angels binnen. Ik ken Theo Heuft ja, vanuit de beginperiode. Zijn eerste club die hij had, dat was op het Westeinde bij Adera. Daar is hij in principe begonnen met zijn club. Ook toen altijd gebruik gemaakt van taxichauffeurs. Koen Witbraat is al 38 jaar taxichauffeur in Amsterdam.
Regelmatig brengt hij klanten naar Jap Jum. Heuft betaalt de taxichauffeur per geleverde klant. In het begin was dat iets van 50 gulden wat je toen kreeg. En dat is later wel opgeschroefd omdat de concurrentie binnen de clubs heel groot werd. Je had er op plaats had je er een stuk of 6, 7. En ja, ze joegen elkaar op een gegeven moment wel op. Dit is dus de entree. Hier betalen de mensen hun 75 gulden. En dan zijn ze vrij te drinken. Ze gaan naar de bar toe. He? Ze maken een keuze, ja of nee. Als ze naar boven gaan, passeren ze weer eerst deze balie. He, meisjes bemoeien zich niet mee, kijken een beetje bijzijde toe hoe het allemaal gaat. En dan betalen de heren hun 300 gulden. Jap Jum is niet goedkoop. Vorig jaar bedraagt de entree 70 euro. Wie daar meisjes bij wil, betaalt nog eens 350 euro per uur extra per meisje. En dan is er nog de champagne. Die kan alleen per fles worden besteld. Je had er 3. Zilver, gold en kristal. Voor 250, 500 en 750 gulden. Daar kregen wij ook een percentage van. Ik geloof 25%. Ik heb ook wel gezien dat dames hun champagne zo over hun schouders op de grond gooiden. Trouwens, het was allemaal dezelfde champagne, alleen hadden ze een ander etiket. Ik denk dat de 90% van de klanten niet wisten waar Jap Jum zat. Ze hadden vaak de naam gehoord, ja. En wat voor namen ze er af en toe aangaven, dan was het Jum Jum of Tum Tum. Als het maar in die buurt kwam en dan dacht jij van, oh, is Jap Jum. En dan dacht je bij je eigen, nou niet praten, maar gauw rijden. Voordat die zijn bedenkt, want er zat geld in je auto. Hier heb ik een oud daklicht. Dat is dus echt uit de jaren 70, 80. En dan zie je dat dit soort reclames aan beide kanten op de daklichten zaten. Heuft gaat adverteren in het blaadje van de taxichauffeurs. En hij zet Jap Jum visitekaartjes in alle taxis. Je wist overal het publiciteit te halen. Niemand kon adverteren met een club of wat dan ook, met seks. Dat was, daar stond hij in de golfblaadjes en in de blaadjes die in het vliegtuigje worden met zijn champagne. Prostitutie speelt zich van oudsher af achter gesloten deuren. Maar Heuft wil juist laten zien dat Jap Jum de club is voor de welgestelde zakenman. En dat mag ook op televisie. Goedenavond. Ik heb een afspraak met meneer Heuft. Ja, en komt daar binnen. Klopt dat? Ik wil even voorgaan. Ja, zeker. Iedereen uit heel Nederland komt hier. Of het nou politici zijn, of zakenlieden, of tv-presentatoren. Het beeld van Jap Jum als club voor de zakenman wordt versterkt door Heuft zelf. Hij is geen pooier van het type Haring Ari, maar een welbespraakte gentleman die de criminaliteit buiten de deur lijkt te houden. Heuft maakt Jap Jum wereldberoemd. Het was een tijd waarin alles kon, alles mocht. En dat is natuurlijk een hele andere tijd dan de weer veel meer genormeerde tijd van nu. En in die tijd was het dus ook, ja, er was toch seksueel, waren er weinig taboes in die 70e jaren. En Theo Heuft die schaamde zich daar dus ook niet voor om naar buiten te treden. En ik geloof ook dat niemand zich, en zeker in Amsterdam, zich daaraan stoorde. Jap Jum heeft geen hoeren, maar gastvrouwen. Geen met zweet doordrenkte peeskamertjes, maar de klasse van een 5-sterrenhotel. Hij heeft voor elkaar gereden dat je het gevoel hebt, ik moet minimaal 1 keer Jap Jum geweest zijn. Dan ben ik iemand. Heuft verkoopt een image. Een bordeel dat acceptabel wil zijn voor de welgestelde zakenman. Maar dat is vooral de buitenkant. Ik zie Jap Jum niet op die manier. Zeker niet als je kijkt dat het feit dat het in de jaren 80 eigenlijk een beetje roversnest was. In feite maakte de hele Bruinsma-groep in de jaren 80 de dienst uit in Jap Jum en niet Theo Heuft. Klaas Bruinsma is de leider van de eerste professioneel georganiseerde misdaadclan van Nederland. Bruinsma leeft in relatieve anonimiteit totdat parooljournalist Bart Middelburg dit boek over hem schrijft. Jap Jum is het clubhuis van de gevreesde clan. Het privé parkeerterrein van de Jap Jum moest even ontruimd worden, zodat de gepanzerde wagens van de Bruinsma groep daar konden worden gestald. De volgende stap was dat de bodyguards van Bruinsma zich melden bij de Jap Jum en het hele pand van onder tot boven inspecteerden op eventuele risico's. Waarbij ze trouwens niet schroomden volgens de verhalen om gewoon te laten zien dat ze allemaal gewapend waren. Dat bevestigt nog eens een keer het beeld van wij zijn hier heer en meester, dat is van ons. Allemaal van ons hier. En tenslotte kwam Bruinsma zelf en die liet zich naar zakken op een bank in de lobby daar. En dan begon of het gezuip. Of het gelal, of hij had een zakelijke bespreking daar.
een heel bekend geval van een meisje dat daar werkte, dat een beetje spottende opmerkingen maakte over de steunkousen die hij moest dragen naar een schietpartij. Ja, dat meisje is tamelijk ongenadig door Bruinsma afgetuigd. Kijk, in een normaal geval stapt zo'n meisje plus de eigenaar naar de politie, doen aangifte van mishandeling en that's it. Ja, er was hier natuurlijk geen sprake van. Waarom niet? Ja, waarom? Als Theo Heuft aangifte was gaan doen tegen Bruinsma, dan was hij zijn leven niet meer zeker geweest. Er is nog een reden denkbaar waarom Heuft geen ruchtbaarheid wil geven aan de aanwezigheid van criminelen in Jap Jum. Het is dodelijk voor het zorgvuldig opgebouwde imago. Dat merkt een vrij Nederlands journaliste die in 1989 een portret maakt van Jap Jum. Wekenlang bezoekt ze de zaak en beschrijft ze haar ervaringen. Ze voert de Bruinsma-clan geanonimiseerd op. Ze vertelde dat het natuurlijk ook wel een heel ander soort, niet alleen zakenmensen, maar ook een heel ander soort captains of industry kwam. Hashhandelaren, wapenhandelaren, noem het allemaal maar op. En alleen al vanwege die geanonimiseerde passage kreeg ze ook alweer enorme last met Heuft. De journaliste heeft met Heuft afgesproken dat hij het artikel van tevoren mag lezen. Heuft is woedend, maar de journaliste handhaaft de passage. Ze laat ons het volgende weten. Ik werd door Heuft bedreigd. Hij zei, je weet toch wie hier komen? Ook deed hij een poging tot omkoping. Hij zei, noem je prijs maar. Iedereen is te koop. Het zegt over Theo Heuft dat hij zeer goed doordrongen was van de risico's die hij liep bij omgang met de Bruinsma-club. En het zegt iets over zijn eigen positie van destijds. Hij was niet zomaar die totaal onafhankelijke, joviale bordeeluitbater die zoals hij zichzelf eigenlijk tot op de dag van vandaag presenteert. We vragen ook Theo Heuft om een reactie. Hij kan het zich niet herinneren en noemt het onzin. Voor de buitenwereld is Jap Jummer voor de geslaagde zakenman. In de praktijk is er ook veel aanloop van de onderwereld. En dat geldt volgens Leo de Klein voor de hele branche. Als je dus moet gaan selecteren hoe kom je aan dat geld, ja, dan wordt het een beetje een moeilijke zaak. Ik vind wel, als een crimineel als die zich gedraagt naar de regels van het huis, is er niks aan de hand. Ik hoef niet te weten waar hij aan het geld komt. Eens ja tegen mijn klanten, je mag voor mij inbreker zijn, maar niet bij mij bent. En het geld hier laat. De onderwereld betaalde cash en zakenmensen betaalden gewoon met creditcard. Mag meneer afrekenen, 400 alsjeblieft. Accepteren jullie creditcard? Jazeker. Er komen ook criminelen. Russische maffiatypes bijvoorbeeld. Ik heb Holleder nog gezien in de club, 3 weken voordat hij werd opgepakt. Die kwam er wel eens. In het begin is het wel wat eng, maar dan ga je met de jongens praten en ja, dan valt het best wel mee, dan kan je er wel mee lachen. Theo Heuft bouwt Jap Jum in de jaren 70 en 80 uit tot een wereldbekend merk. Iedereen komt er. Keerzijde is dat Heuft steeds meer last krijgt van zware criminaliteit. Dat was niet zijn stijl. Hij was helemaal vol van die zaak. En op een gegeven moment kon je aan hem zien, hij had er niet veel zin meer in. Dus dat moet iets, er moet eigenlijk iets geknapt zijn bij hem. Bruinsma blijft Jap Jum bezoeken totdat hij in 1991 wordt geliquideerd op de stoep van het Amsterdamse Hilton Hotel. Theo Heuft had toch ook kunnen zeggen van ik heb er genoeg van, je komt hier niet meer met je vrienden? Ja, dat had hij kunnen zeggen, maar Theo Heuft had natuurlijk ook te maken met een zeker zakelijk opportunisme. Die groep bracht toch, nou, volgens schattingen van Bruinsma zelf, miljoenen binnen. In de jaren 70 en 80 is Jap Jum een bordeel dat past bij Amsterdam. Vrijheid, blijheid en alle remmen los. Maar in de jaren 90 wordt de sfeer grimmiger. De georganiseerde misdaad drukt zijn stempel op de stad. Het is vrijdag 16 november, de dag dat de burgemeester van Amsterdam de seksclub Jap Jum sluit. Omdat vermoed wordt dat criminelen de nachtclub gebruiken om geld wit te wassen. Waar het inderdaad om gaat is dat we niet willen dat crimineel geld, dat in de bovenwereld dat geïnvesteerd wordt. De exacte redenen zijn dan nog niet duidelijk. Jap Jum spant een kort geding aan tegen de sluiting. Tijdens de zitting zetten de advocaten van de gemeente Amsterdam uiteen waarom ze het bordeel willen sluiten. Dit zijn de pleitaantekeningen van de advocaten van de gemeente. Daaruit blijkt dat de sluiting samenhangt met de gebeurtenissen aan het eind van de jaren 90. De periode dat Jap Jum-eigenaar Theo Heuft wordt bedreigd.
We hebben Heuft meerdere keren benaderd voor een interview, maar tevergeefs. Tot hij zich vorige week ineens bij ons meldt. De reden? Hij ergert zich aan de berichtgeving rondom Jaap Jum en wil praten over wat er in die periode precies is gebeurd. Mensen hebben mij dus gevraagd geld te betalen, dus dat heet afpersing zoals dat heet. Die mensen die zijn er niet meer. Voor de rest gaan we daar niet verder op door, tenminste ik niet. En toen zei ik, nou, ik stop ermee, want zo wil ik niet leven. Betalen ga ik ook niet. En toen wou ik de deur dicht doen. Maar even, sorry, was u bang voor die mensen? Jazeker, ja. En terecht, kan ik u vertellen, ja. De mensen die Theo Heuft afpersen en bedreigen zijn de inmiddels geliquideerde onderwereldbazen Sam Klepper en John Mierenmet. Dat blijkt onder meer uit deze gemeentelijke stukken. Onder het personeel werd er gesproken over de bedreigingen, want iedereen had dat last van. Dan heb ik het over de bedrijfsleiders, over de kassiers, over de kamermeisjes, over het barpersoneel. Hij zei van, er zijn mensen die willen mijn zaak gewoon overnemen. En als ze dan gaan roepen van, we weten waar je kleinzoon is, en je weet waar je zoon is of waar je familie is. Ja, dan word je toch, ze hebben een keer een pistool in zijn hoofd gehouden. Wie is ze? Ja, degene die me afperste. Die bedreigingen die gingen verder dan alleen u zelf? Ik denk het wel, ja. U wil er niet over praten? Absoluut niet, nee. Waarom niet? Omdat ik dat wordt allemaal vertaald door andere media weer. In sensatieverhalen heb ik geen zin in. Volgens de gemeentelijke stukken is Sam Klepper op dat moment aspirant Hells Angel. Hij was zelf prospect. Dat betekent aankomend lid. De normale prospects die moeten zich onderaan de ladder zien op te werken. Maar het was duidelijk dat Sam een soort buitengewone status had. Die ging alleen maar om met de bestuursleden. De president, de vicepresident, de man die over de wapens gaat. En het was volstrekt duidelijk dat dat niet zomaar een prospect was. Maar dat met Sam een deel van de onderwereld was binnengehaald. Heuft is doodsbang, maar weigert naar eigen zeggen te betalen. Op 22 januari 1999 loopt Theo Heuft het politiebureau aan de Warmoestraat in Amsterdam binnen. Toen heb ik verteld wat er gaande was. En toen zeg ik, ja, meneer Heuft, dat is een goede vraag eigenlijk. Meneer Heuft, dat is vervelend. Maar het, denk ik zoiets dat ze gezegd hebben, ze hebben me toen, toen ben ik maar een tijdje weggegaan eventjes. Om eens even te realiseren wat er allemaal aan de hand is. En hebben ze me nog wat begeleid naar de buitenweg toe. En toen stond ik er weer alleen voor. De gemeentelijke stukken bevestigen dat Heuft aangifte heeft gedaan van afpersing. Wat hebben ze ermee gedaan? Ja, ik heb er niks van gemerkt. Hebben ze die mensen opgepakt, verhoord? Nou, nee. Toen ik aangifte heb gedaan, heb ik ook gezegd, ik ga natuurlijk nooit mijn vingers in de lucht steken, want dat lijkt me te gevaarlijk. Dus misschien hebben ze daardoor gelaten. Dat zal het excuus ook zijn. Ik kan het niet bevestigen, niet ontkennen. Ik weet het gewoon niet, dus ik moet daar ook geen commentaar op geven. Heuft is de bedreigingen beu. Hij wil Jaap Jum sluiten of verkopen. Een oud compagnon brengt hem in contact met Henny Vitali, eigenaar van Parenclub Paradise in Amsterdam-Noord. Ik ben met hem gaan praten en nog een keer gaan praten. U heeft het initiatief genomen om de zaak aan hem te verkopen? Nou, ik had geen andere kandidaten. Nou ja, hij bood het me aan en vroeg een bepaalde dag. Ja, oké, stap ik. Ik ben toen uiteindelijk dat ik zeg, nou oké, ik ga eens kijken wat ik bij de bank los kan krijgen. Ja, laat ik daar eens naartoe gaan om te kijken, ken ik dat van kopen financieel? Henny Vitali reageert voor het eerst op de commotie die er is over de overname van Jaap Jum. Ik ben naar de ABN-bank gegaan en dan kreeg ik uiteindelijk nul op request. Nul, want prostitutie wordt niet ingeleend. Imagoproblemen, et cetera. Ik wil ze niks mee te maken hebben. En toen? Ik teruggegaan en zei, nou jongen, het gaat niet door, want ik krijg geen geld. En toen bood hij me aan om me te financieren. Waarom heeft Vitali de tent gekocht, denkt u? Nou, ik zou hem ook wel willen kopen, denk ik. Zo'n mooie zaak wil je toch wel kopen? Maar u werd bedreigd? Ja. Ja, ik werd bedreigd, ja, dat klopt maar. Wat wil u daarmee zeggen?
Nou, ik kan me voorstellen dat je... Dat Vitalis zegt, ik wil ook niet bedreigd worden. Nee. Ja, maar dat is iets wat hij zelf heeft ingevuld. Dat moet je aan hem vragen. We hebben nog extra gewaarschuwd. Denk er goed aan. Je hebt te maken met mensen die niet de eerste de beste zijn. Dus kijk uit wat je doet. Die afpersing kan wel eens naar jou toe lopen. Nou, dat heb je me goed geattendeerd. Ik heb toen gedacht, ja, wat moet ik daarmee doen? Wat moet ik daarmee aan? Ik ben er wel zwaar gegaan. Dit is die zwager, Harry Stulti, hier afgebeeld op een kalender van de Hells Angels. Stulti is dan vicepresident van de Angels Amsterdam. Vitali koopt Jap Jum in april 1999 en neemt zijn zwager in dienst als hoofdbeveiliging. Ja, kijk, je portiers. Harry is een jongen die zeer consequent was om zoiets op hem te nemen. Het was voor mij een belangrijk iets om deze man op die positie te zetten om een zaak te beschermen. Ook naar binnen toe, als deze mensen lang zouden komen voor eventueel een afpersing, naar mij toe. Dat is het enige wat ik kon doen. En dat heeft een beetje een doorslag gegeven voor mij om te zeggen, ik pak hem die zaak, kom maar op. Maar volgens de gemeente is de overname in 1999 heel anders gegaan. Vitali is slechts een stroomman, een eigenaar op papier. De eigenlijke exploitant is Harry Stulti. En de hele overname is volgens de gemeente een door de Hells Angels opgezette operatie. Er zijn allerlei vragen waren er te stellen over de overgang van de ene eigenaar naar de andere. En daar waren ook allerlei vragen te stellen over de rol die de Hells Angels daarin speelden. En ook sommige, met name genoemde Hells Angels, die ook in allerlei procedures die er waren, daar een prominente rol in speelden. Ik heb de overname geregisseerd en ik heb met volle bewustzijn de afspraak gemaakt zoals ik die wilde. En niet anders. En niemand is erbij geweest. Alleen meneer Vitali en ik. Ik ben directeur, groot aandeelhouder. Dus ja, waar het vandaan komt, is uit de lucht gegrepen. Wat vindt u ervan dat wordt gezegd? Schandalig. Schandalig, want dan moet je met feiten komen. En die zijn er niet. Die zijn er absoluut niet. Kan niet, bestaat niet, onmogelijk. Bent u boos? Boos? Het liefst zou ik ze allemaal, nou ja, ik mag het niet zeggen, maar een setje willen geven. Zo de plomp in. Documenten uit de Kamer van Koophandel geven aan dat Vitali de enige aandeelhouder is. Maar is hij ook de echte eigenaar? Sam Klepper beweert in 2000 iets anders tegenover Elsevier-journalist Gerlof Leistra. Nou, hier was het. Daar op die plaats waar de picknicktafel staat. Zomer 2000. Daar was het gesprek wat ik had met Sam Klepper. Big Willem, de toenmalige president van de Hells Angels. En Harry S., de toenmalige vicepresident. In de zomer van 2000 gaat er een hardnekkig gerucht. Sam Klepper zou Jap Jum hebben overgenomen. Leistra vraagt het hem op de man af op de thuisbasis van de Amsterdamse Hells Angels. Sam reageerde heel rustig. Zo van, hoe weet je dat? Wat weet je er meer over? Hij ontkende het niet. En kwam de weken daarna daar ook wel een paar keer op terug. Op een gegeven moment kwam de term een offer you can't refuse. Hè? Dus dat het niet een helemaal vrijwillige overname was. En daar werd een beetje over gelachen. Dat de overname door de Hells Angels zou zijn geregisseerd blijkt volgens de gemeente ook uit de Enstra-tapes. De inmiddels vermoorde vastgoedhandelaar verklaart over Jap Jum. Die hebben ze dus afgenomen. Dat is van de Hells Angels. Daar zitten hun ook in. Meneer, dat zal ik het zo zeggen. Ik heb al gehoord dat Holleder de eigenaar is. Ik heb gehoord dat Klepper de eigenaar is. Ik heb nu ook al de Hells Angels zijn eigenaar. Fuck, wat willen ze nou allemaal? Kijk, ik ben geen meneer die de hele dag op de straat loopt te roepen, ik ben de eigenaar van Jap Jum. Interesseert me geen bal. Zo ben ik, zo wil ik het houden. Voor mij is het alleen maar belangrijk hoe het voor mij in mijn achterzak zit. En dat zit het zoals het is. En er is niks. Er staat op de Enstra-tapes nog een aanwijzing dat Hells Angels de echte eigenaren zouden zijn van Jap Jum. Oud-Hells Angels-president Big Willem zegt tegen Enstra dat de Jap Jum meer privébezit is van Harry S. In de stukken van de gemeente staat dat Hells Angel Harry Stulti een nauwe band onderhield met Sam Klepper. De stukken suggereren dat de overname van Jap Jum een onderonsje is van Sam Klepper en Harry Stulti. Is absoluut niet zo. Meneer Klepper en meneer Mierenmet, die waren in die tijd helemaal niet in de picture bij Harry of bij mij. Bestaat niet. Dat weet u zeker? Absoluut. Volgens de gemeente klopt er nog meer niet. Zo is er sprake van een bijzonder lage verkoopprijs.
Ik heb betaald 4 miljoen voor Koetwil Inventaris en 4,4 miljoen voor het pand. Guldens? Ja, guldens, ja. En dan komt de rente bij, dan kom je op 10 miljoen, uit, 10 miljoen gulden uit. Vind je dat weinig? Nou, volgens de gemeente is het heel weinig. Vind je? Ga jij lekker voor 10 miljoen in de schuld. Is dat niet een laag bedrag? 10 miljoen, weet je hoeveel geld dat is? Volgens de gemeentelijke stukken heeft Heuven zelf verklaard dat zijn onderneming normaal gesproken tenminste het dubbele had moeten opbrengen. Het is een uitverkoopprijs geweest. Anders had het helemaal geen prijs geweest. Dat klopt. Ja, wie wil dan zo'n zaak niet kopen op zo'n situatie? Maar ook daar zullen dan voor de man die het koopt, die moet dan de problemen die ik heb zelf oplossen natuurlijk. Wie koopt er de zaak voor 10 miljoen? En in een gedoogsituatie? Dus je koopt eigenlijk lucht. In principe heb je hebt geen vergunning, niks. Je moet maar afwachten. Dus dan zou je ook een week later kunnen sluiten. Op 4 januari jongstleden verliest Jaap Jum het kort geding en moet meteen dicht. Dat kan op basis van de wet Bibop, die in 2003 is ingevoerd. Die wet Bibop, die geeft ons het instrument om wanneer er gevaar bestaat, ernstig gevaar bestaat, dat er sprake is van de investering van crimineel geld in de bovenwereld, om dan die vergunning te weigeren. Bijzonder aan de wet is dat een vermoeden al voldoende is. Hard bewijs is niet nodig. De gemeente kan een vergunning intrekken als ze vermoedt dat de vergunning wordt gebruikt voor criminele activiteiten. Ik ben daar blij mee, omdat dat ertoe moet leiden dat al die burgers die gewoon op een normale manier hun brood verdienen, dat die ook op een gewone en normale manier in heel Amsterdam kunnen rondlopen en daar zaken kunnen doen. En dat die niet, zoals nu ook wel een keer gebeurt, als ze toevallig op de verkeerde plaats staan of wonen of hun bedrijf uitoefenen, dat ze daar eruit gekocht worden. En dan heb ik het tussen aanhalingstekens. Belangrijke reden om Jaap Jum direct te sluiten is Harry Stoelty. Uit de gemeentelijke stukken blijkt dat Hells Angels Stoelty eerder is veroordeeld wegens geweldsmisdrijven en poging tot zware mishandeling. In zijn vonnis geeft de rechter aan te vrezen dat iemand die zich in het verleden schuldig heeft gemaakt aan geweldsmisdrijven en bedreiging, dat ook binnen dit bedrijf zou kunnen doen. Nou, misschien heeft hij een foutje gemaakt om dat personeelslid aan te nemen. Dat bedoel ik niet naar de personeelslid toe, maar dat had hij misschien niet moeten doen. En dan had het nooit gebeurd. Voor mij was het belangrijk dat ik de calamiteiten in mijn zaak buiten hield. Ja? Dus als mijn zwager roept, ik ben de baas als mijn zwager niet is, dan zeg ik, je hebt je heel goed gedaan voor mij. Ik heb ervan geprofiteerd. Voor mij was meneer Stoelty een Charlie Angel. Maar dat snapt niemand. De advocaat van Harry Stoelty is Bram Moscovic. Moscovic, goedemiddag. U belt over Stoelty, hè? Ja. Ja, die gaat geen commentaar geven. Volgens de anonieme oud-medewerker van Jaap Jum hebben Hells Angels Theo Heuft klem gezet. Theo, dat weet ik zeker, heeft zijn tent verkocht onder druk. Voor een mindere prijs dan die wilde hebben? Een veel mindere prijs dan die wilde. En aan wie heeft hij het verkocht dan? Hij heeft zijn tent moeten verkopen aan de Hells Angels. Ik heb Daniel Unuputi, de huidige president, er recent een paar keer over gesproken. En die zegt ook van ja, Jaap Jum is niet van de angels en wat de individuele angels doen. Soms weten we het niet. Maar daar zijn wij als club niet voor aansprakelijk. Voorzitter Unuputi laat ons nog weten. Nu beweren ze dat we de Jaap Jum hebben overgenomen. Straks beweren ze ook nog dat we de McDonald's hebben overgenomen. U zegt ik ben nooit door Hells Angels bedreigd. Nee, absoluut nooit. Dat kan ik met mijn hand op mijn hart verklaren. Ik weet wel eens wat ze bestaan, hoor. Ik weet het. Maar Sam Klepper was aspirant Hells Angels, zeggen ze dan. Het zal wel, ja. Ik vraag niet aan meneer Klepper wat hij gedaan heeft of zo. Heuft beweert dat het niet zo is? Ja. U beweert dat het niet zo is? Klopt. Wordt u dan allebei onder druk gezet door de Hells Angels om dit verhaal te vertellen? Hé? Hey? Man, ik heb geen kloten met de Hells Angels te maken. Ze kunnen van mij de pleuris krijgen. Ik heb alleen met mijn zwager wat te maken. Mijn zwager heeft mij de calamiteiten gedaan. En voor de rest niks. En dat hij niet mag, omdat hij een angel is, dat is dan jammer, heb ik ervoor moeten ontslaan. Ik heb met de Hells Angels helemaal niks te maken. Dat laat ik echt voor hun rekening. Wat denkt u? Ik neem aan dat ze daar hun redenen voor hebben om te zeggen wat ze zeggen. Het kan heel goed zijn dat ze dat vinden. Het kan zijn dat ze er andere redenen voor hebben. Ik weet het niet. Henny Vitali geeft aan de sluiting van Jaap Jum voor de rechter te willen aanvechten.
Het is allemaal vermoeden. Maar er zijn geen feiten. Dat is hun probleem ook. Dat wordt ook hun probleem. Maar dat moet bij de rechter uitgevochten worden. Dat kan nergens anders.